Dat hebben we eerder over Arnezen gehad. En toen ja, zei hij, nou, van was... de week Wim Kieft ook al. Misschien moet hij wel naar Ajax toe. Dat zou ja. zo maar kunnen. Ja, dit zei hij bij jou. Ja. Ja. Nou, Dat vond ik niet eens zo'n rare gedachte. Alleen omdat Arnezen daar natuurlijk zelf voeding aan gaf. Door bij Hans K. junior, daar werd hij tot drie keer gevraagd. Van, als Ajax belt, neem je op. Ja. En, dus, en tot drie keer toe zei hij niet geen ja en geen nee. Dus, dus dan, dan laat je het open. Dus dan denk je van... ja, Je kan ook gewoon zeggen van... Ik ben nu in onderhandeling met Feyenoord. Als dat klapt, dan ben ik beschikbaar voor Ajax. Ja. En zolang blijf, uh, eh, blijf ik onderhandelen met Feyenoord. Nou, nu zijn ze volgens mij zo goed als uh, uitgekomen vandaag. En blijft hij bij Feyenoord nog uh, twee jaar. Dat is voor Feyenoord mooi, toch? En is die naam of Max Feyenoord? wel ook gevallen bij Ajax? Nee. Die heb ik wel gehoord, ja. Die hoorde ik ook, ja. Maar met een goede dat, jongen. Uh, Goeie gozer. Ja. Maar of die... Ja, ik, ik zelf moet zeggen van uh, hè, we, we zoeken allemaal een, een opvolger van Overmars. Maar misschien moet je wel anders denken. Dat is eigenlijk, bij Ajax, dadelijk valt de hele technische top weg. Hè? Mm -hmm. Overmars is al weg. Uh, ten Hag denkt iedereen, die gaat aan het eind van het seizoen weg. Die moet je eigenlijk zien te behouden. Want voor de rest loopt er niemand met dat. Ajax, DNA... En dus dat mooi. Ajax. Ik zei net in de kleedkamer ook tegen je... er was ja. ooit een tijd ja, dat, dat de Telegraaf er alles aan deed... om Ten Hag de, de deur uit te krijgen. Ja. Maar nu blijven jullie opeens achter Ten Hag staan. Nou, ja. en, uh, misschien is een idee om hem wel te houden... is bijvoorbeeld in de rol van Alex Ferguson... Hmm. en een goede veldtrainer erbij... En goed over de brug komen financieel, dan kan je hem misschien toch behouden, want anders ja, je weet niet is in één hij, klap je, je weet hij is... niet of hij een goede technisch directeur is. Nee, nee, maar dat weet je van die andere ook niet, Johan. Nee, maar kijk, ik vind Den Haag... als je een maar... goede trainer coach hebt, dan moet je hem op die positie laten, want ja, maar daar is hij op natuurlijk. zijn best. Want, want Ferguson zat ook gewoon altijd op de banken. Die nam ook iedere week één of twee trainingen voor zijn rekening. Ja, maar Ten Hag lijkt mij nu net als Gert-Jan Verbeek gewoon een hele echte trainer. Ja, vind ik ook. Ja. En die dat ook heel leuk vindt. Dat is die, geen man die in maar... een pak achter een bureau zit. Nee, nee die, man, die, die ik denk dat die daar ook heel veel voldoening uit haalt. Uit dat iedere dag met die jongens ja. werken, ze beter ja. maken, dat soort dingetjes. En ja. als trainer maar... kan die ook de stap nog maken naar een echte topclub. Ja, tuurlijk. Ja, maar dat zou eventueel, daarna natuurlijk ook eventueel nog kunnen. Maar je, je moet wel proberen om het te behouden. Want als er Overmars weg is mm -hmm. en Ten Haag ook weg. dan moet je wel heel veel. Maar in de Ferguson mag je dan ook aankopen. Ja, je en moet zo. ook niet vergeten ja, dat, dat met tuurlijk. name dit jaar weer met die, in die Champions League en zo. Het, het zat ook niet tegen. Hè? Ze, hadden, nee. ze hadden een goede pool. Maar stel je voor, je komt nu nog een keer door. En dan zou je nog een keer. Je moet, je moet een keer ervan gaan profiteren natuurlijk. Ten Haag wil je. Blijft niet. Het blijft nee, natuurlijk niet, hè? Je kan niet nog een keer een elftal opbouwen. Nee. Nee, daarom denk ik ook, normaal gesproken gaat hij weg. Mm -hmm. ja, wij hebben doen. toen in november gesproken weg. en er was wel eigenlijk wel duidelijk. Overmars bleef, nou dan had je in ieder geval, die had je daar nog zitten. Die bleef, die, met het Ajax-DNA. Nou, ja. En dan kon hij gewoon naar een andere club. Maar dat, het is nu, het is, nu is het een hele precaire situatie. Want nu, kijk, je hebt twee veterane keepers. Er moet een goede keeper ja, komen. Ja, absoluut. Uh, je moet nog een echte ster erbij hebben. Want Tadic, die loopt op zijn laatste benen. Ja. En wie moet dat nu doen? We hebben een technisch nee. manager van Herenveen. En nog een hoofdscout ja. van Groningen. Maar dat zijn niet de mensen die daar als boegbeeld nee. de leiding die, kunnen nee, nemen. Nee, die, die hebben de contacten natuurlijk niet. Internationaal sowieso niet. Als er op die Anthony-echt clubs als Manchester ah, City of Paris Saint-Germain afkomen, moet je hem gewoon verkopen. Ja, ja. gelijk weg doen. Ja.